waarden. Wij kijken per geval wat er nodig is. Niet waar ze recht op hebben, maar wat er nodig is. En dan gaan we kijken wat we waar kunnen maken. En daar waar dat niet helemaal binnen de regels kan, gaan we op zoek naar een manier om dat toch te doen. De Belastingdienst heeft tussen 2005 en 2019 duizenden ontvangers van kinderopvangtoeslag onterecht op de lijst van fraudeurs gezet. Veel gezinnen kwamen daardoor in grote financiële problemen en er ontstonden problemen op allerlei andere gebieden. Gemeente Almere heeft een plan opgesteld om deze mensen te ondersteunen. Stel, ik ben een gedupeerde. Wat kan gemeente Almere voor mij betekenen? Dan gaan wij met u kijken hoe uw situatie is. En dat doen we zo breed mogelijk. Dus we kijken naar de situatie op het terrein van uw woonomgeving, werk, schulden, kinderen, uzelf, fysiek, misschien psychisch. Zo breed als u het maar hebben wil. En dan gaan we niet kijken naar wat de regels mogelijk maken, maar we gaan kijken wat er nodig is. En op basis van wat er nodig is, gaan we samen met u op zoek naar een oplossing. Dat is wat we gaan doen. Het is natuurlijk een heel lastig ding om dus al die mensen te bereiken, de gedupeerden. Omdat de Belastingdienst dat niet vrij mag geven. Maar wat is nu het plan om deze mensen te gaan bereiken? Nou, wat wij zeggen tegen, ook op deze manier tegen alle gedupeerden in Almere, en dat zijn er mogelijkerwijs vrij veel, dat kan wel tot tegen de 1300 gedupeerden zijn. Wij zeggen, meld je bij de Belastingdienst, geef aan dat je onze hulp kan gebruiken of in ieder geval wilt verkennen of wij wat voor je willen doen. Dan zorgt de Belastingdienst, daar hebben we afspraken over gemaakt, dat je bij ons op de goede plek komt. En toch kan ik me voorstellen, deze mensen hebben natuurlijk al het vertrouwen in de Belastingdienst verloren. Zijn er ook nog andere manieren? Kijk, het liefst zouden we heel actief alle mensen gaan benaderen. Dat hoort eigenlijk wel bij vertrouwen terugwinnen, maar dat kunnen we niet, want we weten niet wie het zijn. En we weten ook niet hoeveel het zijn. Wij hebben gedacht met dit plan van aanpak, we kunnen niet anders dan beginnen. En dat doen we dus op deze manier. We beginnen gewoon en de route is, meld je bij de Belastingdienst. En we zijn in gesprek met de Belastingdienst om mensen op de goede plek bij ons terecht te krijgen.